heb nu nog maar 3 films gemaakt. Het is de derde. En ik zou het wel fijn vinden om 3 totaal verschillende films te maken die er anders uitzien. En toch eigenlijk, als je nagaat, wel innerlijk verbonden zijn met elkaar. Maar ik zag het werk van Robrecht Heijvaart bij Image. En dan de teaser nog maar voor Black. En ik zei, wie heeft dat gedraaid? Die gast wil ik. En dan is dat nog zo'n straffe, fantastisch bescheiden en ongemeen creatieve jonge gast. Dus elke dag kus ik mijn polletjes dat ik met hem mag werken. Ja. Ja, nee, echt waar. Robrecht Heijvaart, als je zo een keer een berekende gok wilt doen, dan ga je naar de bookmaker en zegt, deze wordt een van de strafste DOP's van deze contraien en bij uitbreiding veel verder. Nu al inderdaad, dus 2 films in Toronto met Black en Dardennen. En dat is in zo'n zetel ook zitten als je met zo'n jonge gast mocht samen gaan vliegen, dat is echt zo super. Ik weet dat ik dat altijd moet zeggen en zo, maar hier echt, we zitten naar die montages nu al te kijken en dat is echt van, ja, zo wou ik het. En ja, hoe tof is dat? Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.